Studentenroeivereniging GIAS begint dit jaar aan het 50ste levensjaar. Op 12 mei 1964 werd GIAS opgericht als tegenhanger van roeivereniging EGIER. Waar bij EGIER alleen mannen lid konden worden, konden bij GIAS ook vrouwen zich aanmelden. Om het jubileum te vieren was er afgelopen zaterdag een feestje in de Euroborg. We zijn heel klein begonnen als vereniging en nu zijn we de tweede grootste vereniging van heel tweede grootste studentenroeivereniging van heel Nederland geworden. Dus dat is al een mijlpaal en we bestaan dus gewoon 50 jaar. En daarom zijn we nu allebei bij elkaar om echt een groot feest ervan te maken en ook de rest van het jaar. 50 jaar bestaat jullie vereniging. Wat zijn jullie hoogtepunten? Nou, we hebben genoeg hoogtepunten gekend, zeg maar. Vooral de oprichting natuurlijk. We zijn toen op een gegeven moment verhuisd omdat we te groot werden in een ander gebouw. En we brengen gewoon roeiersport de laatste tijd die naar de Olympische Spelen gaan. Die gaan naar de World Cup. Ze pakken blikken, ze pakken medailles. Dus op internationaal toneel is GIAS ook gewoon goed verantwoord. En dat zijn de hoogtepunten die je meepakt. En natuurlijk gewoon de mooie feestjes. Aan het begin van de avond gingen de leden van de roeivereniging een film kijken op de tribune van de Euroborg. Tijdens de film werden de nieuwe clubkleuren onthuld. Omdat het zo'n feestelijkheid is, worden dit jaar de verenigingskleuren veranderd. Normaal is dat zwart, wit en cognac. En dit jaar zal dat groen en goud zijn. Waarom groen en goud? Goud staat gewoon voor het lustig omdat we gaan vieren. En groen is een kleur, het heeft te maken met natuur, je roeit in de natuur. Het heeft te maken met groen is op een stoplicht is het doorgaan. Dan gaan ze ook om vooruit gaan en verder groeien en beter worden. Nou, dat vind ik heel mooi eigenlijk. Ja, want goud is een beetje van 50 jaar hè? En groen is van Groningen. Dus dat is een hele treffende combinatie lijkt me. Naast de jubileum is het voor de leden ook een kleine reunie. Leden die al 3 jaar lang niet meer zijn geweest. Leden die dit jaar lid zijn geworden. Iedereen is hier eigenlijk, ja. Je ziet duidelijk dat mensen weer terugkomen om dit met ons mee te maken. Mensen die de afgelopen jaren lid zijn geweest, die je tegenwoordig niet meer zo vaak ziet. Maar die wel denken van nou, nu gaan we het vieren, nu komt 50 jaar bestaan eraan. En die komen nu terug. Of je wel een ervaren roeier bent of niet een ervaren roeier. Of je van feesten houdt of niet van feesten houdt. Iedereen is welkom. En dat is vooral de sfeer die op GIAS heerst. Het hele jaar door staan er festiviteiten voor de leden van GIAS op het programma. Volgend jaar mei wordt het jubileumjaar afgesloten met een 10-daagse lustrumweek.